Mijn naam is Erik Litjens. Ik ben van Polonia Cultures. Polonia Cultures is een bedrijf wat Polonia bomen produceert. De bomen voor de houtproductie in productie heeft en de verkoop doet. Het is een Chinese boom en de hout wordt in China, Vietnam geproduceerd. En de Japanners bouwen er al 3000 jaar huizen van. Polonia is hout bestemd voor de bouw. Dus voor daken, kozijnen, deuren. Ja, het is heel flexibel hout. Je kunt er van alles van maken. Het valt onder de categorie zacht hout. Maar doordat het zo elastisch is, zo sterk, kun je voor een gewoon complete huizen mee bouwen. Wat is het grote voordeel van poloniehout? Het is heel licht van gewicht. 325 kilo per kub. Eikenhout weegt bijna 3 keer zoveel. Ja. Het is moeilijk brandbaar. Het brandt pas vanaf 450 graden. En er zijn firma's die kunnen tot 350, 400 graden verhitten. Dan is de structuur van het hout, de bacteriën, alles is dood. En dan gaat het in 50, 70 jaar mee. Dus ook zonder te verven. Vanaf het derde jaar komen boven bloemen in. Kun je 700, 800 kilo honing per jaar oogsten, per hectare. Dus medicinale honing. En de bladeren halen heel veel uit de lucht. De bomen nemen een 55 ton CO2 per hectare op. Dus wordt dit hout gebruikt in de bouw. En dan ga je uit, zeg maar, dat een huis langer dan 100 jaar staat. Dan is dit een van de manieren waarop CO2 voor de langste periode opgeslagen wordt. En dat is dan nog niet eens het grootste voordeel. Want het grootste voordeel is dat de Polonia de snelst groeiende boom ter wereld is. Als je goed kijkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jaar oud. Nou, hij is toch gauw een 60 centimeter diameter. Het lijkt eigenlijk een sprookje, maar het is... Ik weet nog niet wat het nadeel is, maar goed, misschien kom ik daar nog achter. Maar op dit moment zie ik alleen maar voordelen. Het is een vrij rendabele teelt, want de investering valt wel mee. Ligt rond de 5 euro per boom voor grote aantallen. Dus dat is overzien. Je gebruikt rond 700, 1200 planten per hectare. Als je het zelf doet en oké, het groeit allemaal iets minder als professioneel, dan heb je toch... Een mooi kapitaaltje, zeg maar, van 1000 euro per boom. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Er zitten er 2 op. En dat moet altijd verenkeld worden, want we gaan altijd van 1 uit. 1 krachtige is het allerbeste. Zo, kijk. Verenkelen noemen we dat. Standaard is de boom invasief. Invasief betekent dat de bloemen geven zaad en die zaad is gaan wortelen. Maar dat willen we niet, want anders gaan er te veel bomen komen die we niet onder controle hebben. En om het wel onder controle te hebben, hebben we speciale soorten gefokt, gekweekt. Met in vitro cultuur, dus meristeemcultuur. Die bomen die geven wel bloemen. Maar het is net als bij de mais. De bloemen zijn, of de zaden van die bloemen zijn niet vruchtbaar. Dat kleine boompje is hier ook geplant. In het eerste jaar uitgelopen. Dan wordt die verenkeld. Dat er eentje één sterke doorgroeit. En dan begin van het tweede jaar, in maart, april, wordt die afgezaagd. Net boven de grond. En dan loopt die opnieuw uit. En waarom doen we dat? Omdat in het eerste jaar groeit die alle kanten uit. Dus dan kan de boom zo scheef gaan staan of zo, of dat willen we niet. De eerste 6 meter is belangrijk voor mij, want die eerste 6 meter die ontdoe ik van alle zijtakken. Dat we geen noesten in het hout krijgen. Dus ik ga voor goede kwaliteit hout. En dan bereik je alleen als je op tijd dus de zijtakken verwijdert. Zolang ze kruidachtig zijn, je verwijdert ze, dan krijg je geen noesten. Kijk, dan zal ik even laten zien dat ik die opslag afhaal. Moet eens kijken hier. Hoe dik, hè? In 1 jaar.
Kijk, dan de eerste ronde zit. Oh, dat vind ik heel leuk werk, dit dat blad. Je pakt en het is weg. Normaal zijn we dus met z'n tweeën. Eentje rijdt tractor, eentje staat erop. Nou, in de tweede ronde vanaf boven. Dus je moet kiezen, eentje laat ik staan. De top die droogt meestal in. Dat komt door de kou of komt door de winterdag. Dan doe je ongeveer 3-4 hectare per dag. Het werk valt allemaal wel mee. Het is excessief. Je hoeft het niet iedere dag te doen. Over een paar weken weer dan. Want er gaat toch deze of gene weer uitlopen. En het is erg belangrijk dat alles weg is. En als je de 6 meter bereikt hebt, heb je in feite alleen nog maar maaiwerkzaamheden. Onkruid houdt niet van maaien, dus je houdt een beetje gras over. Gras is fijn. Maar deze bomen, die hebben zulke grote bladeren. Dus onder de boom groeit in feite niks. Dat is altijd droog. Er komt heel moeilijk het zaad op. Vanaf 6 meter naar boven gaan de takken dwars. En dan heb je gewoon een paraplu. Dan heb je echt een bos. Hè. De boom die ik omzaag, die loopt weer opnieuw uit. Maar goed, daar heeft hij een jaar voor nodig om er in vol volume te komen. En zo hou ik mijn CO2-opname op peil. De CO2 doe ik certificeren. En als ik het gecertificeerd heb, kan ik het ook verkopen. Ja, het is de meest duurzame, gezonde oplossing. Ik heb geen chemische middelen, je hoeft nooit te spuiten. Het is na kap, als het omgezaagd wordt, snel drogen. Je kunt het ook snel gebruiken. Dus je gaat ze op dikte zagen, dan leg je ze plat en iedere keer een paar houtjes ertussen, dat de lucht doorheen kan. En dan zijn ze na 1 tot 2 maanden gedroogd, is het hout droog, gewoon op de lucht, op de buitenlucht. Ja, hier heb ik ook nog open haardhout. Van de eerstejaarsboom van vorig jaar heb ik dus hout gezaagd. Dat heeft 35% meer waarde aan calorieën. Als eikenhout of zo. Brandt heel goed. Oh, kom. In het begin zijn het juffertjes. Maar als goud een boom is, na 1 jaar zijn ze keihard. Dan verdragen ze ook tot min 30 graden. Hè? Min 30 vorst, geen enkel punt. Gebeurt niks. Want ik heb hier ook plekken gehad met water op het land. Daar groeien ze in feite nog als beste. En de grondsoort maakt niet uit. Je kunt dus op zware klei, op zand. Maar zand moet je natuurlijk wel met de voeding rekening houden. Dan heb je echt veel mest nodig. Iedereen die eraan begint, al heb je maar een oude tractor, een cultivator voor een paar honderd euro. Dus je hoeft geen grote investering te maken. Je moet zorgen dus dat de grond goed los is. Eerst met 1 poot er doorheen. Goed ploegen. En dan het voorjaar met de rotorkopweg zorg dat de grond heel fijn ligt. Nou, dan plant je mooi. En dan, daarna ga je dus met de tractor langs. En als je ze precies in het vierkant plant, kun je dus in de lange weg en dwars er doorheen rijden. Dan is je handwerk heel minimaal. Ja, ik zou heel Nederland vol planten. Maar ja, dan hebben we niks meer te eten. Hè. Het zit nou al met de tarwe een beetje tegen. Dus, Maar ik zou die grote veeboeren, ja, de hele massale weg doen. Die gebruiken ook allemaal antibiotica. Die gebruiken een heleboel chemische stoffen. En als je die mensen, als ze 50 hectare grond hebben, zeg hup, doe 20%, plant 10 hectare met dit. Ze kunnen jaar rond de mest uitrijden. En hun hebben ook een gezelliger leven. Want als je zoveel honderden stuks iedere dag 2 keer moet doen, gaat er maar aan staan. En voor een hongerloontje, hè?